Joshua Redden was dit. I'd rather be with you bij Q Music. Wake up, man! Wake up in the morning. Wakker worden! Zaterdag. Wim's Wekservice. En zondag bellen we mensen uit hun bed in Wim's Wekservice. Nou, Wim is er niet vandaag, maar dat wil niet zeggen dat er niemand wakker gebeld wordt vandaag. Nee. Ik heb hier een sms'je van Harold. Die zegt, bel eventjes mijn zus Patricia wakker. Nou, dat gaan we dan nu doen. Dan hoop ik dat zij opneemt. Patricia, goedemorgen met Maurice Verschuren van Q Music. Goedemorgen. Goedemorgen, bel ik je wakker? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou dan is het gelukt. Jij bent opgegeven door jouw sympathieke broer, denk ik, Harold. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, die sms hier. Maurice, wil je alsjeblieft even Patricia wakker bellen? Dat zou toch wel de ultieme wraak zijn in de no-sleep-oorlog die wij op dit moment voeren. Hij heeft gewonnen. Hey, wat is dat, die no-sleep-oorlog tussen jullie? Nou, ik weet niet. We staan op camping en we staan naast elkaar. Mm-hmm. We zijn allebei vrij vroeg. Ja. En ik heb vorige week mijn dochters naar hem toegestuurd om hem wakker te maken met een kussengevecht. en ja, nou ja, dit is een beetje spelletje. Dit is zijn wraak. En die is gelukt. Ja, hey, hoe laat was het gisteravond, Patricia? Half drie. Zo, oké, gezellig. Ja, best wel. En was er, wat voor avond was het? Was het een avond met veel drank en zo, of viel het wel mee? Nou, Dat viel mee, hoor. Oké. Okay. Hey, waar staan jullie ergens? Op welke camping? We staan in een Kolmenswaag op een camping. Oké, okay, nou, hartstikke goed. In het dorpje Friesland. Hartstikke lekker, toch? Ja, is heel leuk. Het wordt vandaag even iets minder weer, maar volgens mij heb je de laatste weken toch wel goede tijd gehad daar. Nou, onze vakantie is net begonnen. Oh, die is net begonnen. Nou. Ja. Maar volgens mij wordt het alleen nog mooier, hoor. Het komt helemaal goed. Hey, ben je nu, ga je nu je kinderen weer op Harold afsturen? Of zeg je van, ik ga weer even verder slapen? Nou, ik weet... Dat is echt nog zo vroeg, joh. Je moet nog even kijken. Je moet nog even kijken hoe je weer wraak gaat nemen nu. Ja, precies. Ga ik doen. Hey, Patricia, ik zou zeggen, nou, slaap lekker verder. En een hele fijne zondag. Dankjewel, jij ook. En trouwens, voor ik het vergeet, Patricia, je krijgt ook nog het Kiel prijzenpakket met daarin wat leuke cd's en dvd's. Nou, wat geweldig. Dat is leuk, toch? Nou, dat vind ik super. Oké, okay, doeg. Dankjewel, doeg. Hoi, hoi. Arme Patricia, maar ja, zo horen we ze graag. Hallo, hallo, goedemorgen. Dit is Kiel Music, Gwen Stefani komt eraan naar Unvogue. Dit is Free Your Mind. Pasta. Oh, pasta.